De Rotary Club verrast al 15 jaar kwetsbare ouderen van de wijkteams van Carijn Schiedam met een kerstpakket. Normaal gesproken worden er 100 pakketten samengesteld, maar dit jaar wil de Rotary Club 200 pakketten gaan verzorgen. Zo willen zij in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk ouderen een hart onder de riem gaan steken. Fons Okkersen, welkom. Dank u wel. In ons programma. De Rotary in Schiedam. Ja. Een serviceclub. Ik vind het een raar woord, serviceclub. Ja, we verlenen de service, hè, maar waar het vooral natuurlijk om gaat. We proberen vanuit onze Rotary, proberen we elk jaar weer een doelstelling te hebben. En die doelstellingen die kunnen zijn ouderen helpen, een hospice helpen, kerstpakketten maken. Ja, dat is heel breed natuurlijk. En dat doen wij. Daar is toch ook echt de Rotary voor. En dat doen we met elkaar. Ja. Ik begrijp dat er binnen de club middag- en avondploegen zijn. Hoe zit dat? Nou, je hebt verschillende Rotary clubs, ook hier in Schiedam. En je hebt, dat is vanuit het verleden zo gegroeid. Je hebt avondclubs, je hebt middagsclubs. Wij zijn Rotary Club Schiedam. En wij zijn een middagclub. Ja. Een middagclub? Een middagclub, ja. Een lunchclub noemen we dat dan. Ja. Grappig. Hoeveel mensen zijn er aangesloten bij jullie? Op dit moment denk ik dat we tussen 28 en 30 leden hebben. Ja. Ja. En wat moet ik doen om lid te worden? Gewoon langskomen. Ja? Met ons praten, kijken. Of je het leuk vindt, sluit aan. Ja. En dat vinden we fantastisch. Ja. Jullie vergaderen dan in de middag? Ja, we lunchen in de middag. Dat is, we zijn, en Rotary is ook een netwerkclub en wij zitten op donderdagmiddag bij elkaar. En dan hebben we een lunch en daar zijn gastsprekers, er zijn onderwerpen die besproken worden. En daar, van daaruit ga je dingen organiseren. Dan komt iedereen met zijn broodrommeltje en zijn bekertje melk. Ja, nou, net iets anders, maar je mag, als jij het zo vindt. Stukje kaas in de lijf. Ja, precies. En is het gezellig? Ja, altijd. Ja, altijd gezellig. Altijd een goede spreker, goede gastsprekers, goede onderwerpen. En ja, met elkaar wij noemen elkaar vrienden, zo is het ook met de Rotary. Je hebt een netwerk wat je opbouwt met elkaar. En in dat netwerk, daar put je uit om dingen te kunnen organiseren. Ja. Is er veel verloop binnen de club of is het een vaste club? Nee, er is niet veel verloop. Het schommelt door de jaren heen. Door al die jaren zie je dat weer wat groeien. Dan zitten we weer aan de 35, 40 leden en dan zakt het weer. Dus ja, het is natuurlijk... Rotary is vanuit oudsher, dat is al heel lang hebben we de Rotary. En uit het verleden lag dat toch wel. Ja, als iemand bij de Rotary zat, dan zat hij bij de Rotary zeggen. Dat was dan wel wat. Maar uiteindelijk zijn we gewoon een goede serviceclub. Waar iedereen zich bij aan mag sluiten. Waar iedereen die zijn hart op zijn goede plekje heeft. Die ervoor wil gaan, voor de maatschappij wat wil betekenen. Die kan zich aansluiten bij de Rotary. En dat netwerk, dat is zo geweldig. Want door het netwerk bereik je de dingen die je heel graag wil bereiken. Is er ook een nationale organisatie? Ja, van de Rotary is een van de grootste organisaties in de wereld. Ja, maak je daar gebruik van? Je maakt nationaal, internationaal en wereldwijd maak je gebruik van elkaars expertise. Het is bijna december, bijna de feestmaand. Ja. Jullie doen iets met kerstpakketten. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, we doen heel veel. Maar je moet wel dingen organiseren om de middelen bij elkaar te krijgen. He, dus het kan heel simpel, van pannenkoeken bakken, rookworsten verkopen, op de schaatsbaan Kluwijn, om wat geld bij elkaar te creëren, om daar toch goede dingen voor te doen. Onder andere, een van de dingen is die kerstpakketten. Nou, je begrijpt, dit jaar hebben we weinig kunnen aansluiten bij evenementen of dingen kunnen organiseren om die kerstpakketten bij elkaar te krijgen. En we deden elk jaar, we hebben zeg maar 100 pakketten die we in samenwerking met Carijn, die komt met de adressen voor ons, maken we die pakketten. Alleen we hebben dit jaar geen acties kunnen ontplooien om die 100 pakketten bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk is dat een commissie waar wij dan in zitten. Met die commissie ga je de zaken verzekeren, dat moeten we toch op een andere manier doen. En het eigenlijk is een heel sympathiek gebaar, want hoe leuk is het, en dat ervaren wij zelf als we die pakketten zelf inpakken en wegbrengen. Hoe leuk is het om iemand te verwennen met een kerstpakket. En je hebt heel veel eenzame ouderen. En als die dat pakket ontvangen, dat is heel dankbaar. En, het begint eigenlijk al bij het inkopen van de artikelen die we erin hebben. Het in de dozen stoppen, het wegbrengen. En alles bij elkaar is eigenlijk, vind ik, een feestje. En ik zeg, nou, dit moeten we blijven doen. Dus hoe gaan we dat dan doen? Nou, dan gaan we ze opschalen en hoeveel pakketten zullen we dan? Nou, hebben we ons onderschat. We hebben 200 pakketten, dat is ons doel. We hebben een bedrag eraan geschreven. En we gaan ons sociale netwerk aanscherpen. En zo is het dat ik ook hier aan tafel zit. En zo heb ik de krant benaderd. We hebben iedereen benaderd. Onze eigen netwerken natuurlijk benaderd. Ja, en we hadden niet verwacht dat het eigenlijk zo snel zou gaan. In een paar uur tijd hadden wij het bedrag van een doelstelling voor 3000 euro, 200 pakketten. En eigenlijk had ik het in een paar uur
hadden we dat bij elkaar. En het was niet de doelstelling om nou zelf allemaal het geld te leveren. Dan hebben we uit het netwerk en dat ging reuze snel. Dus Warmvart, die zei, ja, we hadden misschien wel 500 pakketten kunnen doen. Super. Maar dat is, vind ik wel, als we iets afspreken, we doen 200 pakketten en dat is het bedrag wat we willen hebben. Dan is dat ook ons doel waar we voor moeten gaan. En misschien is het kleinschalige en het kleine bedrag, maar ook het sympathieke gebaar dat we die ouderen daarmee helpen, heeft ons geholpen dat we in no time dat geld bij elkaar hadden. Ja, wat komt erin in zo'n pakket? Ja, van alles. Ja, wat is het? Zoals een kerstpakket. Het zijn allemaal eenvoudige dingen. Het is een drankje, de nootjes. Wat doe je in een pakketje? Eigenlijk wat in een standaard kerstpakketje zit. Dat moeten we allemaal in gaan kopen. Dat gaan we dan weer met z'n allen winkelen. En dan is dat... En alles maar 200 dit keer, dat maakt het helemaal grappig. Nou, zei je zelf al eenzame ouderen. Ik kan me voorstellen, als je dan voor de deur staat met zo'n pakket in je handen, dat de desbetreffende meneer, mevrouw of echt maar zegt, komt u even verder, want ze zijn al zo eenzaam. Nee, dat gebeurt zo niet, want wij kunnen, en dat heeft nu ook de tijd natuurlijk op dit moment, de coronatijd. Dus we laten dat echt wel aan de wijkzorg over. Wat wij doen, wij zorgen dat die pakketten er nu zijn. We zorgen dat er een handgeschreven kaart van onze Rotary-leden, die schrijven allemaal een kaart met een kerstwens erin. En zelfs een retourkaart, dus iemand die een kaart terug wil sturen, bedanken. Die krijgen we ook weer terug, die zit er ook allemaal bij. Alleen wij kunnen niet bij de mensen naar binnen. In deze tijd is dat gewoon beter om niet te doen. Dus het wordt via Kerijn, via de wijkverplegingszorg, wordt dat daar gewoon afgegeven. Ja, nou was het geld vrij snel binnen. Wat doen we met geld wat overblijft? Nou, we zijn gestopt. Dus de accu, je hebt je doelstelling, die stopt. En uiteraard, want we konden veel verder. Ik heb gelijk aanbiedingen gehad van iemand die zei, joh, doe mij maar 150 pakketten. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is voor nu hebben we dat niet zo bedacht. Dan gaan we het ook niet zo uitvoeren. Maar voor het komend jaar gaan we gewoon kijken van hoe gaan we het nou verder uitwerken. Het is voor ons, we zijn een kleine groep. Het is best een organisatie, maar ook aan die wijkverpleging weer een organisatie om die pakketten overal te krijgen. Ja, zeker. Dus je niet kan zeggen, ik kom er met 500, maar ja, dan ja, hoe? Hè? Dat is dan weer zo. Dus niet de eerste keer, hè, dat jullie dit doen? Nee, we doen het al jaren doen we dit. En we hebben het altijd op 100 pakketten gedaan. Ja, en eigenlijk was onze uitdaging, laten we het nou eens verdubbelen. En wie weet gaan we het volgend jaar weer verdubbelen, hebben we de 400. Dus een hoop mensen worden ineens blij verrast met een pakket van jullie. Ja, het is geweldig. Ja, als je de kaart die we teruggeschreven hebben, ook de reacties vanuit de wijkverpleegkunde krijgt, ja, dat is geweldig. En daarom, met elkaar is het leuk. Maar als je ziet mijn moeder is 85, die kreeg er vorig jaar ook één. Dan denk ik van ja, weet je, het is fantastisch hoe die mensen opleven, zeg maar. Het is een kleinigheidje, het is wel een aardige effort van jullie, hè, maar... Dus gigantische impact hebt dat. Het idee alleen al, ja, weet je. Het is gigantisch. Mensen, dat er aan je gedacht wordt. Hè, ja. En dat mensen met je meeleven en even dat stukje aandacht. Dus ja, grandioos. Het is een heel sympathiek. Het gaat niet om veel geld. Het gaat niet om veel arbeid. Maar het gebaar is heel sympathiek. En die mensen die het ontvangen, wat jij zegt, Alex, dat is geweldig. En daarvoor vinden wij dat we het gewoon ook moeten blijven doen. Heel veel hebben we dit jaar niet kunnen doen. Hè. We hebben niet die activiteiten. Nee. We liften vaak mee op activiteiten. Of we doen ze zelf. Geven ze een concert en hou je geld mee op. Of je grote bowlingwedstrijden met elkaar organiseren. Waar allemaal clubs bij aansluiten of bedrijven waar je geld mee. Ja, dat kan allemaal niet op dit moment. Dus je moet andere dingen verzinnen. Wanneer ga je ze uitdelen? Volgens mij gaan we ze 5 december hebben we ons besloten om ze met z'n allen in te pakken. Dat is ook nog een hele organisatie. Dat heet ook pakjesavond natuurlijk. Pakjesavond, dus dat is dan net precies goed getimed. En ik denk dat die week erop dat het verdeeld gaat worden. Ja, hartstikke leuk. Ik zie hier staan dat ik kan doneren tot 30 november, maar dan moet ik dan 2021 achter. Ja, het wordt nu 2000, teller is toch. Maar uiteraard, iedereen is welkom. Hè, want als die zegt van, joh, ik vind het een heel goed idee, ik vind het sympathiek, maar wij willen het volgend jaar breder trekken. We hebben ook de organisaties van nodig, hè, want ik heb niet een lijstje van, oké, dit zijn de ouderen, dus als een Karijn heb je er wel bij nodig. En we zouden het op kunnen zetten, ja, wie houdt ons tegen om er 500 van te maken? We moeten wel kunnen organiseren en iedereen is welkom. En als die zegt, ja, ik wil dat doen, dan zijn ze volgend jaar hartstikke welkom. Kunnen we het nu alvast reserveren. Okay. Kunnen mensen ergens kijken op een website wat er gebeurt? Of? Rotary Club Schiedam, dat is onze website. We hebben social media, Facebook, staan we op LinkedIn. En uiteraard zullen we een verslag maken, dat we zoals elk jaar met fotootjes van de activiteiten die we daarmee doen. Oké, ik wens je veel succes. Dankjewel.